Hallo, wij zijn Thomas en Rafael. Wij gaan mensen interviewen en onze stelling is... Scholieren in de buurt moeten vrij krijgen bij een huldiging. En wij gaan nu de straat op. Gaat u wel eens naar een huldiging? Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld de huldiging van Ajax, als dat weer is gebeurd. Ja. Van voetbal? Ja, van voetbal. Nee. Eerlijk gezegd, helemaal niet. Als er een huldiging is, dan ben ik wel van de partij. Ja. Ik hou wel van een huldiging. Nooit. Even stoppen, wat is een huldiging? Want ik ben van België. Nee. Gaat u vaak naar een huldiging? Wat zeg je? Gaat u vaak naar een huldiging? Nee. Vindt u dan dat scholieren vrij moeten krijgen als een huldiging is? Nou, om heel eerlijk te zijn vind ik van niet. School is heel belangrijk. Vindt u dan dat scholieren vaak naar een huldiging moeten? Ja, kijk, dat ligt aan de jongen zelf, hè? Vindt u ook dat kinderen naartoe moeten gaan? Afhankelijk wat voor huldiging. Als het een huldiging is voor volwassenen, dan vind ik dat kinderen thuis moeten blijven. Dat kinderen vrij moeten krijgen bij een huldiging? Het hangt ervan af hoe vrij. Ik vind het wel belangrijk dat ouders nog altijd een beetje zicht hebben op wat de kinderen doen. Vindt u ook dat scholieren vrij moeten krijgen? Nee. Onze uitslag is dat de meeste mensen vinden dat de scholieren gewoon op school moeten blijven. We hopen dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer.